We gaan ons concentreren op spelletjes. Vandaag, ik zie. Ik verveel me, zegt Rientje. Ik weet ook niks om te doen, zegt Henriette. Ze ligt lang uit op de bank en ze rekt zich uit. Ga toch lekker naar buiten, zegt mama. Dan verzinnen jullie vanzelf wel iets. Hé, nee, zegt Rientje. Het regent. Ik heb echt geen zin om nat te worden. Ik ook niet, zegt Henriette. Als het regent, gaan al mijn krullen slap hangen. Nou, dan weet ik het ook niet, zegt mama. Vervelen jullie je dan maar lekker. Ik weet een spelletje, zegt Henriette. Wat misschien wel heel erg leuk is. Ik wil helemaal niet spelen, zegt Rientje. Ik wil alleen maar een beetje voor me uitstaren. Met dit spelletje kan dat, zegt Henriette. Het heet ik zie wat jij niet ziet. Vind ik stom, zegt Rientje. Ik zie wat jij niet ziet. En het is rood, zegt Henriette. Zegt Rientje. Er zijn hier zoveel rode spullen. Ja, maar dat is juist het spel. Henriette kijkt strak voor zich uit, zodat Rientje niet kan zien welk rood ding zij bedoelt. Is het de theepot in de kast? Nee, zegt Henriette. Is het mama's strik? Nee, fout. Rientje noemt zijn rode bal, het potje rode inkt op mama's bureau, het rode knopje op de radio, rode appels in de schaal, het mutsje van Roodkapje op het boekje. Kijk hier, daar staat het. Rode bloemen in de tuin. Maar alles wat hij opnoemt is fout. Je moet me een beetje helpen, zegt Rientje. Is het ver weg of juist dichtbij? Rientje kijkt goed om zich heen. Echt heel, heel, heel erg dichtbij, zegt Henriette. Zijn het de rode ruitjes op de kussens waar ik nu op zit? Fout, zegt Henriette. Maar je bent wel warm. Ik weet het, zegt Rientje. Hij springt van zijn stoel en pakt het draadje rode wol dat mama bij het breien heeft laten vallen. Fout, zegt Henriette. Maar je bent nog steeds warm. Rientje loopt de kamer rond. Ben ik hier warm? Ja, heel warm. Rientje loopt naar het andere eind van de kamer. Ben ik hier warm? Ook heel warm, zegt Henriette. Hoe kan dat nou, zegt hij. Ik ben overal warm. Klopt, zegt Henriette. En ik lieg echt niet. Ik geef het op, zegt Rientje. Hij heeft alle rode dingen opgenoemd die hij gezien heeft. Zegt Henriette. Het is je eigen rode halsband. Dat is gemeen, zegt Rientje. Die kan ik zelf niet zien. Maar ja, zo heet het spelletje, zegt Henriette. Ik zie wat jij niet ziet. Wat een stom spel, zegt Rientje. Dan ga ik nog liever buiten spelen. Ga je mee? Het regent niet meer.